We hebben het hier over het misbruik en een moord op een kind van 11... die zomaar op straat aan het spelen is en 's avonds niet thuis komt. In 2000 zijn we begonnen met het onderzoeken van cold cases. En de eerste zaak die we zijn gestart is het onderzoek naar de seksuele misbruikende doodslagmoord op Arthur Ghurahoo, gepleegd op 4 mei 1986. Bij Arthur was destijds sperma aangetroffen. In 1986 kon daar nog geen DNA uitgehaald worden. Dat was onmogelijk in die tijd, kenden we niet. Wel was een bloedgroep vastgesteld, maar ja, daar is mee gerechercheerd. Maar een bepaalde bloedgroep, daar past gigaveel procent van de bevolking in. En we waren erachter gekomen dat er in 1983 een serie van 6 verkrachtingen, aanrandingen van jonge jongens in de omgeving van Utrecht is geweest. En daar was destijds ook een bloedgroep bepaald uit het spoormateriaal. Dat bleek hetzelfde te zijn als bij Arthur. Ook daar hebben we in 2000 een DNA-profiel van samengesteld en dat bleek 100% hetzelfde profiel te zijn als de zaak Arthur. Wij wisten nu dus voor het eerst dat de dader van Arthur ook in 1983 een zestal feiten heeft gepleegd. En dat leverde ons ook nieuwe informatie op, omdat in 1983 een compositietekening gemaakt was van de dader. We wisten nu een signalement, we wisten dat de dader een Utrechts accent had, dus daar zijn we mee gaan rechercheren. We hebben een gedragskundige laten kijken naar deze zaak en die zei van ja, deze dader is niet een keiharde psychopaat of wat dan ook. Deze dader is gericht op seks met jongeren, maar waarschijnlijk is hij op de een of andere manier in paniek geraakt en heeft daarom Arthur om het leven gebracht. Dat kan ertoe leiden dat deze man, als hij opnieuw geconfronteerd wordt met zijn daden, dat hij ander gedrag gaat vertonen. We hebben de compositietekening uit 1983 laten verouderen naar de situatie zoals die in 2000 zou kunnen zijn. Dus die vervoeging in combinatie met de compositietekening en het DNA-profiel, daar zijn we mee gaan rechercheren. En daarmee zijn we met name in de media heel actief geweest. Met de bedoeling om de dader bang te maken, in beweging te krijgen, zodat zijn omgeving veranderend gedrag zou kunnen zien. Dat heeft geleid tot een bijna 1000 tips. Die hebben we allemaal onderzocht en uiteindelijk hebben we van 55 à 60 mannen vrijwillig basis DNA afgenomen. En al die mannen konden we uitsluiten. In juli 2005 is er een meneer aangehouden in Utrecht omdat hij seksueel getinte e-mailtjes had gestuurd naar 2 jonge voetballers. Die meneer is aangehouden, heeft ook een bekentenis afgelegd. Vlak nadat hij door de rechtercommissaris is heen gezonden, heeft deze meneer zelfdoding gepleegd door voor de trein te springen bij Maarsen. Omdat wij alle zelfdodingen monitoren, kwam ook deze zaak bij ons naar voren. We hebben foto's gezien van hem waarvan we dachten, nou, dat zou maar zo kunnen. Het was niet zo dat hij verdachte gemaakt kon worden, maar wij wilden hem wel uitsluiten zoals we al die andere 55 à 60 man ook hadden gedaan. Alleen het probleem was, het lichaam was inmiddels gecremeerd, dus wij konden geen DNA afnemen van het lichaam zelf. En dan kom je tot het dilemma, hoe kom je nou aan DNA van deze meneer? Dan hebben we besloten om terug te gaan naar de spoorbaan waar hij voor de trein is gesprongen. En het is gelukt om vanaf de spoorbiels het bloed af te nemen. En dat hebben we ingestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. Eigenlijk zo van, nou ja, net als al die andere mensen waar we DNA bij hebben genomen, krijgen we het bericht van, nou, je kunt hem uitsluiten. Maar dat ging anders. Ongeveer een maand later, toen kregen we de boodschap, het is een match. En dat was ook het moment dat mijn collega Jan en ik in de auto wilden springen en naar de familie Ghurahoo wilden rijden en zo snel mogelijk dat nieuws gaan brengen. De officier zei, en achteraf heb ik daar heel veel begrip voor, maar op dat moment was ik er bijzonder kwaad over. Het is niet zeker dat dat bloed op die spoorbaan, dat ook daadwerkelijk van die meneer is. Om dat 100% zekerheid te krijgen, hebben we toch uiteindelijk besloten om de familieleden van deze meneer te benaderen. Ja, dat is een heel heftig moment geweest natuurlijk. Wij zijn bij die familie binnengekomen, we hebben hun verteld van ja, je vader, je man is aangehouden voor een seksueel delict. Heeft zelfdoding gepleegd en nu verdenken we hem van een kindermoord. Dat is nogal wat. Maar gelukkig hebben ze toch besloten om mee te werken. Het NFI heeft daarin meegewerkt door zo snel mogelijk het profiel te maken. We hadden binnen 24 uur de uitslag. En dat is een match gebleken inderdaad met het bloed op de spoorbiels, zodat wij 100% hebben kunnen vaststellen dat deze meneer de dader van de zaak Arthur is. En wij nu, na al die jaren in 2005... de familie Ghurahoo hebben kunnen vertellen wie hun zoon en broer om het leven heeft gebracht. En zo'n moment dat je dan omhelst wordt door die moeder, met alle emoties die er zijn, Dat is waarom wij cold cases draaien.